Ding, ding. Ik hoor hem al. Ik hoor het nu al hier. Mijn moeder is al uitgescholden hoor. En dan kwam ze al gewoon vervelend thuis. En dan straks dan gebeurt het nog erger. Daar ben ik bang voor. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Dat mijn moeder problemen krijgt door dit. Ik vind het gewoon vreselijk asociaal dat ik niet serieus genomen word. Het valt niet in discussie te gaan met zo iemand. Het zijn leugens. Keiharde leugens. Rink de Vries vindt zijn droomhuis in Hoogvliet. Pal tegenover een gezellige speeltuin. Er is alleen één probleempje. Er is een speeltoestel met bellen waarop kinderen kunnen slaan met een stukje hout. En de mensen van de speeltuin vinden het een prachtig goedgekeurd toestel. Klinkt gezellig, toch, dat klokkenspel? Maar voor Rink de Vries is inmiddels elke klap op zo'n bel een klap in zijn gezicht. Nou, je hoort het. De bellen zijn lekker aan het klingelen. Ja, ik zeg, ik ben machinist bij de spoorwegen. Ik werk vroege diensten en ben eigenlijk altijd 's middags thuis. En dan heb je wel eens dat je 's middags heerlijk op je dakterras eventjes een uiltje wil knappen. Maar ja, dat zit er dan met dit soort geluiden niet in. Je hebt echt bijna 6 dagen in de week gewoon heb je gewoon een hoop herrie van die dingen. En dat gaat alsmaar door. Ik had mij haast niet voorstellen dat daar problemen uit voortkomen. Want mijn zin gaat het niet over de decibel heen wat is toegestaan volgens de wet. Dus ja, ik heb zo van, waar gaat dit over? Nou, ik sta hier dus boven op mijn dakterras en heb ik die opname gemaakt. Ja, eigenlijk met een heel slecht opnametoestel, maar het is wel duidelijk te horen dat het goed hard klinkt. Het is heel doordringend. Je hoort het ook heel goed binnen in huis. Het is niet alleen boven op het dakterras, maar ook binnen. Ja, en deze doet het dan rustig. Hè? Er zijn kinderen die staan er echt als een gek op te meppen. Echt. En soms ook met z'n tweeën tegelijk. Iedere dag ben ik hier natuurlijk en ik kan niet zeggen dat het echt intensief gebruikt wordt. Het is gewoon de hele dag door zo'n beetje. Hij gaat open om 1 uur of 1 en sluit om 5 uur. En dat is gewoon de hele middag. Nou, dat is echt niet waar. Ik ben hier echt hele dagen, maar nee, dat is echt niet het geval. Als het echt 10 minuten in een hele week is, dan is het voor mijn gevoel veel. En in het weekend is hij natuurlijk nog wat langer open. Ja, ik word er helemaal gestoord van. Ja, ik kom er niet door. Mensen willen gewoon niet praten. Die hebben echt zoiets van, het is gezeur. En daar moet je gewoon mee ophouden. Ja, dan gingen ze schelden en gewoon heel naar doen. En dan had ik echt zoiets van, ja, wat is er nou voor nodig? We zijn serieus met de klacht omgegaan. We hebben ook de buurt gevraagd van, hebben jullie last van geluiden, bepaalde geluiden, van de bellen met name, hè? Dat de mensen zeggen van, ja, we zijn blij dat we geluiden horen. Dat is een teken dat we nog op aarde zijn. Nou, mijn vrouw die liet dan daar regelmatig de hond uit richting de dijk. En dan kom je altijd langs de speeltuin. Nou ja, goed, en dan als mevrouw in kwestie haar zag, ja, dan werd er gescholden en gezegd van, hier, daar zijn ze, hè, die misgunnen de kinderen het speelplezier. En dat soort dingen, dat is echt regelmatig gebeurd. Nou, dat is gewoon heel lullig. Op een gegeven moment hebben ze dan een ander klepeltje aangehangen. En de voorzitter in kwestie die heeft dat gelijk er weer afgehaald. En toen wij langskwamen, ging ze als een idioot op dat ding staan mappen met een sardonische glimlach. Zo van, dit gaat dus niet gebeuren. Dat ding, die stok hangt eraan en blijft. Dat wat eraan hangt, dat touwtje, met dat kleine stukje hout. De kinderen vinden dat leuk, want dan maakt het pas geluid. He, en het hoort met de handjes erop of met de knoopjes. Ja, dat is toch wel een ijzer belletje, dus dat doet pijn. En dan kijken ze er niet naar om als er niet zo'n touwtje bij hangt. Met de handjes maakt het voor deze kinderen echt geen geluid.
Het is treiteren. Het is gewoon laten zien van zij is daar de baas. En zij bepaalt wat er gebeurt. Je kan het echt niet meer buitensluiten. En het is ook niet buitensluiten, want je hoort het hier met de ramen dicht. Je hoort het ook binnen. Er is niet aan te ontkomen. Wij gaan vaak gewoon weg. Dan gaan we op de fiets en dan gaan we maar een eentje fietsen of wat dan ook. Want op je dakterras zitten heeft geen zin, want het is zo irritant. Je krijgt gewoon een gevoel van dat opgekropte woede. Want je denkt van waarom stopt dit nou nooit? Waarom doet niemand hier iets aan? Ik vind het verschrikkelijk geluid. Het is geen verschrikkelijk geluid. Want als je dit soort geluiden, als je dat een verschrikkelijk geluid vindt, dan moet je denk ik op de hei gaan wonen. Op een landelijke omgeving waar je geen speeltuin in de buurt hebt of dat je met buren te maken hebt of wat dan ook. Rijder de rechter, mijn eis is dat het toestel onmiddellijk verdwijnt. Welkom in de studio hier. Meneer Van der Hoeven, u vindt het belachelijk hè, dat meneer zich stoort aan dit geluid. Ja, het is een speeltoestel waar kleine kindjes op spelen, peuters. Ja. Want ik heb namelijk zelf, ik heb het nu tijdens het filmpje ook behoorlijk gehoord. Ik vind het ook best wel een storend geluid eigenlijk. U niet? Nee. Nee, u vindt het echt gewoon gezellig? Ik vind het wel een gezellig geluid. Dus u zou het beide niet erg vinden als u op de plek van meneer De Vries zou wonen en dat geluid de hele dag zou horen? Nee. 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 Het is niet heel de dag. Het is niet heel de dag, nee. Dat slikt. Ja. Ja, het is wel moeilijk voor u, hè, meneer De Vries, want zij begrijpen het probleem niet. Nee, inderdaad. Ze vinden het zelfs nog belachelijk. Ja, daarom zeg ik, het wordt gebagatelliseerd. Ja. En het is zo dat als je daar woont, kijk, in de speeltuin verwacht je dat soort geluiden. Dat zijn speelgeluiden, dat hoort erbij. Ik vind spelende kinderen op zich ook het probleem niet. Nee. Maar die bellen, dat is iets, dat hoort niet in die omgeving thuis. Vond u het moeilijk om die klacht te brengen, zeg maar, naar de mensen van de speeltuin? Ik kan het niet brengen. Het vindt geen gehoor, nee. En ik heb zelfs begrepen dat u zich ook getreiterd voelde in de buurt. Dat is ook een moment gebeurd toen we dan uiteindelijk een soort compromisje hadden met de buurt- en speeltuinwerk. Ja. Die meneer die wilde dan wel wat voor mij doen. En die heeft er toen een ander klepeltje aangehangen. Maar dat was de volgende dag gelijk al weg. Ja. En vanaf dat moment is er een tijd lang, is er gewoon heel, ik laat heel netjes zeggen, onaardig tegen ons gedaan. Ja. 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 Nou ja, u zegt het onaardig, maar u heeft mij ook verteld dat u zich bedreigd voelde. Het waren gewoon scheldpartijen. Het was gewoon, je werd gewoon van dat wij die kinderen het speelplezier niet gunnen. Kijk, dat zijn ze. En allemaal dat soort dingen. En dat werd constant werd dat nageroepen dan. En dat heeft zeker een week of twee geduurd. Toen doofde dat wel weer uit. Ja. Maar dat voelde heel onaangenaam. Het was heel onaangenaam, absoluut. Ja. En zeker ook voor mijn vrouw, die werd er bloednerveus van. Die had echt zoiets van, jeetje, wat een buurt is dit. Ja. Kijk, en nu uw speeltuin wordt gerund door vrijwilligers. Ja. En u steekt daar heel veel positieve energie in. En ik kan me voorstellen dat het ook wel een beetje zuur is voor u dat dan iemand komt klagen over dat klokkenspel. Ja, het kwam bij mij echt over van waarom? Ja. We hebben ook nagevraagd bij de buren, bij andere mensen. En daar is ook in te horen gekomen dat die mensen geen last hebben. Ja, klopt dat? Want ik heb ook begrepen dat mensen het niet echt durfden te zeggen. Ook. Er zijn ook mensen inderdaad die hebben gezien wat er met ons is gebeurd en zeggen van daar bemoeien we ons liever niet mee. Nee. Maar er zijn ook mensen die inderdaad van 8 tot 5 werken. Ja, en dat doet u niet, hè? En dat doe ik niet. Nee, dus daarom. U wil 's middags even rusten. Precies. Begrijpt u dat het voor hem dan net even iets anders ligt? Ja, ik begrijp dat wel, maar ja, wat moet ik zeggen? Ik vind het zelf niet storend. En ik doe het namelijk ook niet zo lang. Ik ben sinds vorige maand pas begonnen. Ja. Ik weet er niet veel van. Ja. Maar wat ik heb gehoord klopt weer niet met meneer zijn verhaal. Oké, maar wat heeft u dan gehoord? Ja, dat er verder niemand last van heeft. Ja. Meneer De Vries, bent u een zeurpiet? Nee, zo sta ik niet bekend. Nee? Nee. Nee, absoluut niet. Nee. Goed, voor meester Visser alle reden om zelf de bellen in de speeltuin in Hoogvliet te bespelen. Ja. Welkom. Hallo, meester Visser. Rien De Vries. Welkom, Rina De Heertse. Welkom, Visser. En u bent onze speeltuindeskundige. Nou, ik hoor hem al. Ach, meneer Kramer, u bent er ook. Ja. Gezellig.
Ja. Nou, ja. Voor de decibellen, hè? Voor de decibellen, als ze er zijn. Ja, die zijn er. Nou, ik hoor het al, jongens. Is het leuk? Ja. Oh, aan deze kant kan ik ook doen. Nou, dat klinkt allemaal geweldig. Ja. Het was niet harder dan een zacht gesprek wat u ervan maakte. Dit. Maar die jongetjes die komen toch wel gauw dichtbij over de 90 decibel. Dat lukt ze wel. Ja, ja, en dat is toch enkel met dat houtje. Ja, maar ze kunnen heel hard slaan. Doe maar eens. Zo. Van die hoge, hè? Deze. Die blauwe kan wel aardig wat geluid maken. Maar eigenlijk is dit niet bedoeld om met dingen op te slaan. Nee, als je kijkt naar de fabrikant en de ontwerper, die zeggen dat die met de knokkels en de handen kan worden bespeeld. Kunnen jullie dat ook met je handen? Of doet het pijn? Ja, dat is niet zo leuk natuurlijk. De stok is leuker. De stok is leuker, ja, kan me voorstellen, ja. Ja, ja, uw huis is, wijs het eens aan. Op de hoek hier. Hier gelijk dat huis op de hoek. Ja. En dan zit u buiten? Nou, in de zomer wel, ja. Als het lekker weer is, dan zitten we graag even op het dakterras, ja. Op het dakterras? Ja. Nou, dan stel ik voor dat we daar ook eens eventjes gaan luisteren. Straks, hè? Dus dan zijn wij daar boven bij dat huis. Ja. En als ik dan roep, dan moet je weer heel hard gaan slaan. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. We gaan even naar de overkant. Oh ja. Ik hoor hem al. En dit hoort u? Ja. En hoe lang gaat het dan door? Veelvuldig en lang. Ja, ik zeg, hij is 6 dagen in de week open, de speeltuin. En is het dan urenlang dit? Of, Nou ja, best wel heel veel. Ja, naar mijn mening klopt dit niet helemaal, want ik ben natuurlijk hele dagen in de speeltuin. Ja. En eerlijk, als die naar mijn mening een half uur per week echt opgetingeld wordt, is het veel. Het zit zo tegen de 60 nu. En dat is ja min of meer gelijk aan een zacht gesprek. Laten we nou zo stellen, als ik een kleinkind op bezoek heb en ik zet hem beneden met een trommeltje. Weet u hoe snel de buren bij me komen om te zeggen van, de buurman kan het niet wat minder? Nou, als inderdaad het buurjongetje met een trommeltje slaat, maak je daar problemen van? Nee, ik zeg niet dat ik dat direct... Maar als dat dagelijks... Kijk, we hebben het nu over 6 dagen in de week. Ja, maar het gaat om... Iedere middag. Nou, laten we wel wezen, het is een activiteit in de peuterhoek, dus het is voor peuters bedoeld. En dat af en toe wat grotere kinderen opslaan. Ja, komt denk ik heel weinig vol. Ja, nee, want die vinden dat, nou, helemaal niet interessant. Want die gaan gelijk naar de grote kinderen staan op een gegeven moment in de rij. Want als er één opslaat, dat trekt gewoon aan. Want dan vindt iedereen dat leuk. En dan willen ze allemaal om beurten even aan dat ding rammelen. Nou, maar we hebben het geluid gehoord hier. Want ik wil daar straks even op de hoorzitting verder over praten. En niet in de regen. Ja, dit is het eigenlijk. Ja. Ik hoor het ook goed. Ja. Maar je hebt voortdurend het idee dat de ijskomman langs wil komen en toch? Ja. Nee, maar een ijskomman heeft daar namelijk een vergunning voor nodig om dat te doen. Namelijk een tingelgeluid maken. Oh jee, ja, nou dat gaat niet goed, ik hoor het al. Nou, we zien elkaar voor de hoorzitting. Het gaat niet om de ijskomman, hè, maar een goede vergelijking. We zien elkaar op de hoorzitting en dan gaan we verder over de zaak praten. Okay. Ja? Ja, okay, tot strakjes. Ja. Er is weinig groen te bekennen in Hoogvliet, dus de kinderen zijn ontzettend blij met deze speeltuin meeuwenplaat. En nu komt de stelling, kinderen zijn net een bedreigde diersoort. Leven en laten leven en kom vooral niet aan hun spelplezier, hoeveel lawaai dat ook maakt. Meneer Boon, belachelijk! Dus het is ontworpen om zonder stokje te slaan en laat die kinderen dan lekker met hun handen spelen. Meneer Boon. Ja, kinderen moeten ook leren dat bepaalde dingen niet kunnen. En als je deze stokjes zou wegdoen, geen kind dat erover zou kraaien omdat het geen stokje heeft om op te slaan. Je woont bij een speeltuin.
Ja, en dan moet je accepteren. En straks gaan ze met zo'n luchthoren spelen, want dat vinden ze ja, leuk. Ja, kom op. Die kinderen zitten toch ook op school. Wat zal er nou in godsnaam opgeslagen worden? Nou, dat is volgens mij juist het argument. Dat hebben we net natuurlijk wel gehoord. Kinderen gaan, als ze een stokje krijgen, gaan ze ook met een stokje slaan. En dan is die kinderen natuurlijk alleen maar te doen om zo hard mogelijk lawaai te maken. Ja. Dat is duidelijk, dat willen dan ze altijd. Dan zal dat 5 minuten gebeuren. Het is niet mooi, het is niet muzikaal. Maar de oplossing ligt heel erg voor de hand. Namelijk, we horen van de mensen van de speeltuin zelf dat er maar 1/2 uur per week op gespeeld wordt. Nou. Blijkbaar is het een zeer impopulair speeltoestel. Ja. Dan kan hij dus netjes weg. Dan kan hij dus gewoon weg. Want niemand wil erop spelen. Speeltoestel kan weg, zegt Michiel. En meneer Huis knikt. Ja, want zouden die kinderen er nou heel erg ongelukkig van worden als in het kader van leven en later leven 1 speeltoestelletje niet in die speeltuin staat? Stel dat het bij jou in de tuin zou staan en je woont daar nog wel. Hoe zou jij dat vinden? En je wil 's middags vanwege het feit dat je nachtdienst hebt even een tukkie doen. Je moet kinderen wel lekker laten spelen. Maar natuurlijk, hier gaat het om dat er geluid wordt geproduceerd. En die kinderen vinden dit apparaat leuk. Maar die zouden het ook heel tof vinden als je daar een rode knop neerzet. En als je daarop drukt, gaat er een luchtalarm af. Ja, weet je, dat zouden kinderen ook geweldig vinden. Ja, en laat spelen die kinderen voor het plezier hebben. Ja. Ik denk dat we op moeten passen dat we niet een paar klagers ervoor zorgen dat kinderen geen plezier kunnen hebben. Geen enkel kind, en dat weet ik ook, is er ooit slechter van geworden om met zijn handen aan een klokkenspel te zitten. Goed. Ja. Vinden we heel goed. In de hoorzitting wordt duidelijk dat niks is wat het lijkt. Welkom, we zijn hier in Rotterdam Hoogvliet. En aan de orde is de zaak van meneer De Vries tegen de speeltuinvereniging Meeuweplaat. Ja, klopt. Ik heb er gestaan. Ik vind het zo'n saai ding. Waarom koop je nou zoiets? Nou, die hebben we niet zelf gekocht. Het is een geschenk geweest van de deelgemeente. Oh jee, ja. Ja. Dat ben ik blij mee. Ik kan me wel spannendere speeltoestellen voorstellen. Ja, ik ook. Maar ja, voor kinderen is het leuk. Het is educatief. Ja, we hebben een speeltuindeskundige vandaag. Meneer Dirk Vermeulen. Ik heb het zelf ook eventjes gedaan, maar dat ga je niet voor je lol met je knokkels opslaan. Nee, doet zeer. Wil je enig geluid eraan ontlokken, dan... Nou, ik begrijp ook wel een beetje het probleem van de speeltuin. Dat ze hebben dat stokje opgehangen, eigenlijk omdat kinderen zelf ook vonden dat het geen geluid maakte. En die gingen dan stenen gebruiken. Dus ze hebben op een gegeven moment gezegd, ja, we willen niet dat je stenen gaat gebruiken, want dan gaat het nog harder. Dus ze hebben dat stokje opgehangen. Meneer Kramer, het is een toestel bedoeld om lawaai te maken. Precies. Ik heb dat geluid gemeten en je komt dan op zoiets van 60, 65. Voor een dagnorm is dan 70 dBA. Die overschrijd je niet. Nee, dus dat... Maar als je zegt 10 minuten lang, dan neemt de hinder natuurlijk wel toe als je dat langer doet. En dan kom je aan een andere normstelling. Een normstelling namelijk, die ligt op de 50 dBA. Hè? Dat is een soort gemiddeld dagniveau. En dat heeft tot gevolg dat je dan dus toch een forse overschrijding van normstellingen voor ongewenst geluid zou kunnen hebben. Ja. Het probleem is nog steeds dat ze blijven maar over die 10 minuten. Ik zeg, ik heb opname en dan heb ik gewoon een 1/2 uur lang belgeluid. Een momentopname is dat geweest van 1/2 uur. Nou, volgens mij zei je vanochtend, had je het over een kwartiertje. Maar nu het is wel wat meneer maakte hier een opname en u zegt dat is een uitzondering. Ja, en je wordt gewoon de deur gewezen. Met jou praat ik niet. Ik heb echt alle wegen bewandeld. Ik ben ombudsman geweest. Ik heb de vorige beheerster. Dat was mevrouw Hol. Dat klopt. Ja. En dat werd gewoon geweigerd. Ik zie daar een mevrouw heel hard nee knikken. Bent u toevallig mevrouw Hol? Ja. Staat u me even op. U wilt niet met meneer praten? Nee. Ik zie het meneer en ik vraag aan meneer, ben u de partner van mevrouw Den Haas? Hij zegt ja. Ik zeg, dan heb ik met u niets meer te vertellen, want ik ga daar gewoon niet meer op in op dat moment. Dus u heeft met de vrouw van meneer gepraat? Ja. En dat is niet goed gegaan? Nee, mevrouw is niet voor reden vatbaar en op het moment dat mevrouw belt, staat ik in de kokende zon. En dan zeg ik tegen mevrouw van, ik ben aan het werk, belt u mij vanavond om 3:30 even thuis? Mevrouw belt niet, nee, mevrouw belt de andere dag, pas om 8:30 s'morgens. En dan vraag ik op een gegeven ogenblik van, en waar woont u dan eigenlijk? En dan zegt ze, ik woon in die witte huisjes naast de speelt. Zegt die nieuwe bouw, ja, nou, toen heb ik opgehangen. Want ik ga het nu werken en dan u bent willens en wetens bij de speeltuin komen wonen. En ja. Dat is mijn verhaal. Ja, en ik kan hier niet zo heel veel op zeggen behalve... Oh, en wie bent u? Ik ben mevrouw Den Haas. Oh, u zit al gezellig naast elkaar. Ja, gezellig naast elkaar. Leuk, ja. Ja. Ik heb een keertje gebeld en toen heeft mevrouw de telefoon nog opgelegd. En ik kan me niet herinneren dat ik dan terug moest bellen of wat dan ook. De telefoon is op de hoorn gelegd en het was klaar. En ik kan nog wel wat meer dingen zeggen over mevrouw, maar ik vind het eigenlijk niet de plek om hier narigheid te spuien over elkaar. Oh, dat mag hoor. Ga gerust uw gang. Ja, nou, daar ga ik niets te vertellen. Nee, nou, dat ga ik dus niet doen, want daarvoor ben ik hier niet. En daar gaat het nu dus ook niet om. Nee. Dus... Mag ik nog één keer? Nee, ja.
Ik heb de hele wijk door geweest. Alle mensen in de hele buurt hebben nergens geen last van. Niemand heeft er last van de bellen. Alleen mevrouw Den Daas en de heer De Vries. Dat er een touwtje aanhangt om inderdaad die bellen te laten bellen. Ja, nou ja, goed, u heeft het zelf ervaren. Het is niet te doen met de hand. En om het de kinderen dan toch nog een beetje aantrekkelijk te maken, heb ik dat touwtje eraan behangen. Met het stokje. En dan gaat ieder jaar een stukje hout aan. Ja. Om het veilig te houden voor de kinderen. Nou, ik zeg, we hebben een keer gehad, meneer Venderlo had er een ander hamertje opgehangen. Een soort plastic dingetje. Nou, we kwamen langs en ze kwam naar buiten en gingen zelf opstaan hengsten met een stuk hout. En dan zal ze natuurlijk zeggen dat dat niet waar is. Nou, dat heb ik ook gedaan. Nou, dat durf ik gerust. Dat heb je wel gedaan. Ja, dat heb ik wel gedaan. Dat is toch uitzoeken? Ja. U bent beheerster, u moet niet kind met de kinderen zijn. Nee, natuurlijk wel. Blijf toch altijd kind? Maar dit is uitlokken. Dit is gewoon laten zien van... Dit is even, inderdaad, dat was even een beetje provoceren. Om, inderdaad, mevrouw en meneer zijn nog nooit ten nimmer één voet op de speeltuin geweest. Laat ik u dat vertellen. Nee. Uw vrouw is nog nooit één voet op de speeltuin geweest. Nodig niet uit tot een fijn gesprek. En zeker nu toen u op die bellen ging slaan en wij voorbij liepen en ons zo lelijk deed. Oh, sorry. Ik denk, ja, misschien gaat mevrouw dan een keertje komen. Ja, maar dat is toch niet de manier om met iemand in gesprek te komen. Om het zo te doen, dat komt toch niet over. Dat is toch niet aardig? Nee, het was ook niet aardig. Nee, maar goed, dat maakt niet uit of dat ik wel of niet aardig ben. Ik weet van mezelf dat ik iedereen recht in de ogen aan kan kijken en dat ik goed heb gedaan. Oké, dat weet ik zeker. Maar kan het niet zijn dat u zo recht door zee bent dat mensen een beetje bang zijn dat ze met u in aanvaring komen? Nou, ik heb best wel haar op mijn tanden, maar ik ben echt een van de liefste personen van de hele wereld hoor. Ja hoor. Ik kijk nu even naar de huidige beheerster. Mevrouw Hol, met alle respect, is nu niet meer beheerster. Nee. Dan denk ik, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Absoluut, zeker weten. Ja, ik wist echt niet wat er speelde. Nee. Ik had het niet meegekregen. Maar nu wel. Dat is op zich ook al raar natuurlijk. En dan komt er op een gegeven moment dan een nieuwe beheerster en die wordt niet ingelicht over de problemen die er al lopen. Nee. En dat is ook raar. Twee dames achterin, tegelijk. Ja, we zijn de kinderen van meneer De Vries en mevrouw Den Daas. Ja. En ik studeer nog en graag als ik wil studeren in mijn kamer, dat geluid dat dringt echt gewoon door. En als het 10 minuten per dag zou zijn, wat niet zo is, want dan, wij wonen er. Dan en vind wij ik het zijn niet er, erg. Nee, maar het is niet 10 minuten per dag. Mijn kamer zit dan wel aan de andere kant, maar ik hoor het nog zo duidelijk dat als ik aan het studeren ben, dat ik me gewoon niet goed kan concentreren op mijn huiswerk. Ja. Ja. Zijn jullie nooit in de speeltuin geweest? Maar toen stond dat ding er nog niet. Maar jullie hangen ook nooit buiten. Mevrouw Den Daas. We hebben vroeger in die speeltuin gespeeld zelfs. Dus wat dat betreft, mijn kinderen hebben daar ook gespeeld. Ik vind ook dat mensen even de beleefdheid moeten hebben om mijn kinderen te laten uitspreken en er niet doorheen te praten. Nou ja, ik merk ook wel een beetje vijandigheid. Ja, want ik hoor het nu al hier. Ja. En dat vind ik heel vervelend, want straks, want mijn moeder is al uitgescholden. Hoor. En dan kwam ze al gewoon vervelend thuis. En dan straks dan gebeurt het nog erger. Daar ben ik bang voor. Ja. Ik kan me voorstellen, dat mijn moeder problemen krijgt door dit. Ja, beste mensen, ik maak mij inmiddels wel ernstige zorgen. Want kijk, het kan niet zo zijn dat als de rijdende rechter is geweest, dat dan een buurt in alle ellende wordt achtergelaten. Dat mensen zich geïntimideerd voelen, dat kan niet de bedoeling zijn. Nee. Wat ik eigenlijk wil voorstellen is het volgende. U gaat nader met elkaar in gesprek, op een rustige manier. Ja, gewoon een afspraak maken, kopje koffie erbij. Om te kijken of u een praktische oplossing kunt bedenken om koligheid te sparen. Ik ga u niet voorzeggen wat het is. Straks in de studio zie ik u terug en dan zal ik u vragen of u zelf inmiddels een oplossing heeft kunnen bereiken. Zo ja, geweldig, feest. Zo nee, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid. En dan zal ik een juridische beslissing geven waaraan u zich moet houden. Ja, ik vind het een goed idee. Dan sluit ik nu de hoorzitting. Ik zie u terug binnen niet al te lange tijd in de studio in Zaandam. Goed, ja, hier aan tafel geschoven zijn is mevrouw Hol en de familie De Vries, de dochters in ieder geval ook erbij. Ik zag dat jullie gewoon weer echt geëmotioneerd raakten, hè, toen jullie het zagen. Ik vond de hoorzitting ook heel vervelend. Vond u heel vervelend, hè? Ja. Je voelt je best wel alleen tegenover een vrij grote groep. Mm-hmm. En je wordt geïntimideerd door wat er gebeurt. Ja. En beschrijft dat ook een beetje, laat het ook zien hoe u zich gevoeld heeft tijdens die periode dat het zeg maar echt zo heel heftig absoluut. Was. Ja. Ja, dat op een gegeven moment
ja, kan je daar ook niet goed mee omgaan. Weet je eigenlijk niet wat je ermee aan moet. Ja, u voelt je loopt zich tegen de muur bedreigd, aan. Ja. Nou ja, bedreigd in die zin van, ik kan slecht tegen als mensen naar me schelden. Ja. Dat vind ik echt heel vervelend. Ja. Ja, mevrouw, dat het zo uit de hand kan lopen. Erg, hè? Ja. En dat in deze wereld. Ja. Om een bellenspel van de speeltuin. Ja, maar u gooit ook wel een beetje olie op het vuur natuurlijk. Hoezo? Nou, u staat daar en u zegt natuurlijk ook wel dingen die pijnlijk zijn voor deze mevrouw. Waarom? U vindt van niet? Nee, absoluut niet. En kunt u dan uitleggen waarom u vindt dat... Ja, waarom raakt het u dan eigenlijk? Want u bent ook boos. Nee hoor, ik was helemaal niet boos. Ik ben nog nooit boos geweest. Ook niet, nee. Maar u heeft wel heel erg het gevoel dat de speeltuin onrecht wordt aangedaan. Ja, dat mensen wel. Zo, ja. Hè, u vindt dat heel zuur dat er zo geklaagd absoluut. Wordt. Ja, absoluut. Speeltuin is eigenlijk een beetje... Uw kindje. Binnen vanaf 6 jaar ingegooid. Ja. En ik heb het 40 jaar gedaan. Ja. Ja, en dan gaat er iemand mij persoonlijk bellen. En dan vraag ik van, kan je wat anders bellen? Andere tijden bellen? Dat doet ze niet. Ze is nog nooit op de speeltuin geweest. Daar blijf ik bij. Ik heb nog nooit... En dat raakt u heel erg, hè? Dat ze nog nooit op de speeltuin zijn Ik heb wel op die bellen staan rammen, maar ik ga het ook van de kabelbaan af. Ja. Ik ga het ook van de glijbaan af met mijn kleinkinderen. Ja. Want ik heb er 4. Ja. Maar ik heb het u nou al een paar keer horen zeggen. Het steekt u heel erg dat ze eigenlijk niet gewoon naar de speeltuin zijn gegaan. Ja, en waarom gelijk... heeft u dat niet gedaan? Ze hebben wel geprobeerd. Mijn man is ook geprobeerd te gaan. Nee, dat is 3 jaar na de eerste telefoon. Hm. Ik ga niet meer in discussie over dat telefoongesprek. Nee. Want ik zeg al, dit is dus het moeilijke hiervan. Ja. En daar heb ik moeite mee. Want nou, het is moeilijk vindt om met elkaar dat en... u inderdaad in die strijd terechtkomt. Ja. Precies. Ja. Dit kan je niet meer terugdraaien. Ik hoop alleen dat we... Nou, jullie hebben wat dat dan gaat best wel een lastige taak. Want jullie moeten, ondanks het feit dat jullie het lastig vinden om samen te praten... Mm-hmm. Jullie begrijpen elkaar denk ik dan net niet voldoende. Moeten jullie er wel samen uitkomen. Ja. En dat hebben jullie gedaan. Ja, u mag het zo meteen aan meester Visser gaan vertellen. Ik ben ontzettend benieuwd. Maar voordat we horen of u eruit bent gekomen, even het volgende. Staat u nou ook als een roepende in de woestijn met een conflict waar u maar niet uitkomt? Stuur ons dan een mail, info@rijdenderechter.nl. Maar u kunt ons ook bellen, want wij staan voor u klaar. En nog belangrijker, wij zorgen voor een oplossing. Ja, en zal de laatste bel geklonken hebben in de speeltuin of genieten ze in Hoogvliet nog een heleboel jaren van het klokkenspel? Nou, we gaan het nu horen. Hier is meester Visser. Meneer De Vries, speeltuinvereniging Meeuwenplaat, voorzitter van de Hoeve. Mevrouw Denen, ja, ik heb hier een uitspraak bij mij. Maar vorige keer hebben wij afgesproken dat u nog eens zou kijken of u niet zelf tot een oplossing kunt komen, zodat geen uitspraak van mij nodig is. Bent u eruit gekomen? Ik kijk even naar de speeltuinvereniging. U bent eruit gekomen? Wij zijn eruit gekomen. Is dat zo? Dat klopt. We hebben het een en ander op papier gezet, ja. Oké, mag ik dat even zien? Alsjeblieft. Dank u wel. Beide partijen zijn als buren in goede harmonie het navolgende overeengekomen. Het zo mogelijk te produceren geluid zal blijvend worden teruggebracht door middel van technische ingrepen aan het bedoelde klokkentoestel. Wat we hebben afgesproken, dat we de bellen aan de binnenzijde gaan beplakken met bitumen. En daarmee hou je toch wel 60-70% van het geluid wordt daarmee minder. En dat is voor u voldoende? Het was in principe altijd ook mijn insteek om tot een compromis te komen. Ja. En dat compromis is er nu. U doet het uit vrije wil? Ik doe dit uit vrije Niemand wil. Heeft u gedwongen? Nee, absoluut niet. Niet bedreigd? Nee, zeker niet. Nee, ik zou vragen maar even. Ja, nee. Dan lijkt het mij verstandig dat u nu alle twee naar voren komt en dat u het even voor akkoord tekent. Dat is 1. Dat is u. Alsjeblieft. Heren, dan stel ik vast dat de zaak is opgelost. Dank u wel. Na al die jaren wilde u een compromis en nu is hij er uiteindelijk gekomen. Eindelijk, ja. Ja heel voelt fijn. Het goed? Ja, dit voelt goed. Ja. Ja, in goede harmonie ook? Ik heb absoluut het gevoel dat, dat ze echt mee willen werken aan het geluidsreductie van de bellen. En daar ben ik heel blij mee. Dus we gaan weer lief zijn tegen elkaar. Ja. Zijn we altijd geweest. Met haar wel. Want het is een nieuw team nu op, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nou, zo is dat, ja. Ja. Nou, dank u wel. En u bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgende week.
toch wel, ja, dan kan je toch weer een beetje geloof in de mensen hebben, toch? Ja, ja toch? Ja. Ja, dat is toch wel. Tot ziens. Tot ziens. Doei. Slemmo. Houdoe.